Marciano liet straattegels maken. Begroting voor 2014 goedgekeurd. En schoolvervoer voor kinderen in Indonesië. Goedenavond en welkom erbij. Als de juf of meester jou in de klas uitlegt hoe tegels worden geplaatst, dan zou je het ook graag willen zien, toch? Nou, dat mochten de LBO-leerlingen van Beekhuizen vandaag doen. Ze krijgen praktische vakken zoals bouwen, metselen en tegels plaatsen. Marciano ging samen met zijn klasgenoten op stap en vertelt wat ze hebben gedaan. Ik heet Marciano Zwane. We zijn van de Beekhuizen School. We zijn nu bij de Toddy & Sons bedrijf. Oké, ik kan nu wat die manier doen. Het heeft bijzonder aan te vergelijken om die stenen te zetten, omdat het gelijk moet zijn. Er is zand ertussen. Er mag geen zand ertussen zijn, zo niet krijg je een grote naad. Eerst naar boven slaan en dan aanleggen. Voordat je die stenen zet, wat doe je? We moeten eerst natuurlijk opruimen als de plaats begroeid is met gras. Als er bergzand is, dan moeten we gaan egaliseren. En verder gaan we de hoogtepunten zoeken en de belangrijke richtlijn zoeken om die stenen in één lijn te krijgen. En dan gaan we aanstampen waar het nodig is, gaan we trillen met een trillapparaat. En nadien gaan we de scherpzand of baanzand plaatsen. En dan gaan we weer egaliseren, op hoogte plaatsen en een rij met een rijlat. En dan gaan we de stenen aanleggen. En wanneer jullie klaar zijn, dan wat doen jullie met die? Als we klaar zijn, dan gaan we weer zand eroverheen gooien. Op inbezemen van zand, zodat die stenen strak kunnen zitten. Dan is het meer stabiel en dan gaan we weer aanstampen. En dan hebben we het werk in feite opgeleverd. Het is een educatieve dag voor jullie en waarom het belangrijk is dat de kinderen projecten komen. Om een bepaalde van de kinderen na de LBGO school, want zij zijn nu LBOA, meestal niet verder gaan studeren. Dat ze meestal een directe werk gaan zoeken, een baan gaan opzoeken. En het is ook om verslagen te maken, om te weten wat ze allemaal leren als ze dan later in een bedrijf gaan werken. Wat vindt u ervan dat wij vandaag hier zijn? Nou, ik vind het heel leuk dat we vandaag hier zijn als leerlingen. En dat we wat eruit kunnen leren. Als we bijvoorbeeld naar een vakschool moeten gaan of zo. Dan kunnen we altijd voor een vak kiezen. Niet speciaal bestraten, maar er zijn zoveel andere werkzaamheden. Het is een motivatie voor ons in feite. We zijn hier gekomen. We kijken hoe het werk wordt gedaan. En ik vond het leuk. Ik heb een paar keren geprobeerd. Ja, en ik hoop dat een paar andere praktische scholen dit zullen ook komen zien. Marciano is heel duidelijk geweest. Als je het zelf ziet en meemaakt, kan je de leerstof beter begrijpen. Hopelijk nemen andere scholen dit systeem ook over. Iedereen laten bewegen en sporten, dat is de bedoeling van de World Challenge Day. Bij het districtscommissariaat Noord deden vandaag 3 scholen mee aan de Zumbathon die speciaal voor hen is georganiseerd. Dansen en zwaaien met de armen terwijl de muziek het ritme bepaalt. De kinderen kregen een echte workout. We hebben een kleine bewegingsactiviteit gehad. Op de muziek hebben we een instructeur dus die een beetje Zumbathon hebben gehouden, zodat zij dan de mensen die hier aanwezig zijn, een beetje hebben laten bewegen. De World Challenge Day is een jaarlijks terugkerend evenement. Op deze dag wordt iedereen op de wereld eraan herinnerd hoe belangrijk het is om te bewegen. Een stukje awareness, een bewustwording, een wake-up call, dat de mensen op deze dag minimaal 15 minuten onafgebroken een bewegingsactiviteit moeten ontplooien. Dat maakt het niet uit waar u bent en wat u doet. U mag het nog zo klein houden. Ik haal altijd het voorbeeld aan van een huismoeder. Dus die even stopt met koken, een plaatje opzet of een cd'tje opzet en 15 minuten lang gaat dansen op de muziek.
Dat is al een stukje bewegen. Na al dat dansen en zweten was het even tijd om wat energie op te doen. De kinderen kregen een bakoven en een fles water. Zij voelden zich na de bewegingsactiviteit lekker in hun vel. Ik voel me echt helemaal lekker, dus dan ben ik echt blij dat ik heb gesport. Want gesport is goed dus. Je voelt je meestal moe als je hard hebt getraind. En je voelt je strak. Ik voel een beetje moe. Maar het is wel leuk. Ik voel me flexibel, losjes. Met vrienden sporten vind ik erg leuk. Want het is gezelliger dan alleen sporten. Kinderen moet je blijven stimuleren. Van nature houden kinderen van bewegen. En zolang jij een bewegingsaanbod hebt, ja, denk ik dat de kinderen gaan bewegen. Dus dan ligt de creativiteit bij ons, vanuit het ministerie. En natuurlijk is de schooljeugd een aangelegenheid van MINOF. Dus dat wij de kinderen blijven stimuleren tijdens de gymlessen. Het ministerie van Jeugd en Sportzaken wil via de naschoolse activiteiten in verschillende buurten jongeren iedere week aansporen tot sporten. Op dit moment is de 5 kilometer wandelloop gaande die speciaal voor de volwassenen is georganiseerd. President Barack Obama maakt een wandeling buiten de White House en de begroting voor 2014 is goedgekeurd. Het is tijd voor onze korte nieuwsblok. Niet in een zwaar beveiligde auto of met de helikopter naar het werk. Nee, de president Barack Obama van Amerika koos ervoor om vanuit het Witte Huis te lopen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. We got some special White House M&M's for you. You can't come away empty-handed. Veel mensen waren verbaasd en geschrokken toen ze de president in een park voorbij zagen lopen. Hij werd van alle kanten geroepen, foto's werden gemaakt en hij kreeg ook stevige brasas. Oh my gosh, it's like the best day of my life. Het komt niet vaak voor dat de president ervoor kiest om door het park te wandelen of gewoon lopen naar het werk te gaan. Obama zegt dat toeristische attracties, zoals openlucht recreatie in parken en bossen, veel dollars inbrengen. Dus, waarom niet een dagje lekker genieten van de natuur? De begroting van 2014 is goedgekeurd. Dat betekent dat alle plannen van de verschillende ministeries die bij de begroting zijn behandeld, nu uitgevoerd kunnen worden. Elk jaar is er een begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée. De plannen die de regering heeft, wordt eerst op een rijtje gezet en er wordt dan besproken hoeveel geld de regering heeft, hoeveel de plannen gaan kosten of hoeveel zij mogen uitgeven om deze plannen te realiseren. Tijdens de begrotingsbehandeling die een maand heeft geduurd, hebben verschillende DNA-leden voor of tegen de verschillende plannen gestemd, omdat zij niet eens zijn of wel goed vinden hoe zo'n ministerie de plannen zal uitvoeren. De regering heeft voor de uitgaven meer dan 7 miljard Surinaamse dollars nodig, terwijl ze minder verwacht aan inkomsten. De regering heeft een begrotingstekort van ongeveer 380 miljoen Surinaamse dollars. Met de bus, op de fiets, met de schoolboot of te voet naar school. Elke dag reizen kinderen op verschillende manieren naar school. In het Wereldjeugdjournaal Wadada laten Resi en Anissa uit Indonesië zien wat hun vervoer is naar school. Biasanya kami kalau pulang sekolah naik angkot ini, karena angkot ini jalur aksesnya pas berada di depan sekolah kami. Nah, biasanya tuh kalau kami naik angkot, kadang suka ke bagian yang tempat duduknya sempit banget, kalau enggak kursinya udah pada rusak, ya terus kadang ini tuh kalau hujan airnya suka ngerembes, kacanya kadang ada yang suka yang pecah. Nah, biasanya di sini, di halte ini kami menunggu bis sekolah. Biasanya tuh kami tuh nunggu bisa sampai 10 menitan, 30 menit, itu tergantung tuh. Itunya sih keberuntungan dibandingkan angkot, di sekolah ya pasti lebih nyaman lah, udah ketutup, terus ber-AC. Terus kan
gratis. Terus semuanya kan anak sekolah, jadi ya nggak usah deg-degan takut kecopetan atau semacamnya. Harapan kami sih pengennya bis sekolah diperbanyak, bis sekolahnya jadi kita nggak bisa nunggu lama, jadi kita nggak terlambat sekolah jadinya. Wil je ook iets interessants delen en heb je een mobiele telefoon met camera-optie? Neem dan alles op en breng het naar het jeugdjournaal. Of load hem op via wetransfer.com. Stuur het naar ons e-mailadres info@jeugdjournaal.sr. Wie weet zit je in onze volgende uitzending. En ook in Wadada. Nou, dat was het dan voor vanavond. Morgen zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Bye bye!